MSI heeft zijn meest extreme moederbord tot nu toe uitgebracht. De MSI X99A Godlike Gaming. Zoals de naam het al aangeeft, is dit een moederbord gericht op gamers die een X99 chipset willen gaan gebruiken. De verpakking ziet er ontzettend ruig uit. De Gaming Dragon lijkt als lava uit de vulkaan te komen. Dit heb ik nog niet eerder gezien, maar het ziet er in ieder geval ontzettend indrukwekkend uit. De achterkant staat vol met features wat dit moederbord allemaal te bieden heeft. Wat ook opvallend is het feit dat er een handvat geplaatst is. Het openen van een doos gaat vrij eenvoudig. Je schuift de doos uit de verpakking, waarna je een zwarte doos ziet met een rode MSI Gaming logo. Dit geeft toch weer het feel-good gevoel dat je te maken hebt met een luxe product. Nadat je de doos openklapt, zie je als eerst het moederbord. Het moederbord wordt beschermd door een plastic kap, wat een showcase effect meegeeft. Haal je het moederbord uit de verpakking, dan zie je twee kartonnen covers die de accessoires verbergt. Als je deze covers weghaalt, vind je ontzettend veel accessoires. In de verpakking vind je het volgende. Een I.O. shield. Een WLAN antenne. 10 keer SATA 6 gigabit per seconde kabels. Een handleiding. Een poster met informatie over het moederbord. Een registratiekaart. Een user guide voor software en applicaties. Een quick installation guide. Een deurhanger. Labels voor je kabels. Een driver CD. Een case badge. 4 SLI bridges, een USB 3.1 type C USB stick met drivers van het moederbord, een 6,35 mm audio plug, een U.2 connector die je kan plaatsen in je M.2 slot. Dit zijn ontzettend veel accessoires, maar dat mag ook wel, want dit is het meest extreme moederbord van MSI. En dan nu over naar waar alles om draait. Het moederbord. Dit moederbord is bruut. Zodra je het moederbord uit de verpakking haalt, valt het op hoe groot dit bord wel niet is. Dit moederbord heeft namelijk een EATX form factor. Controleer dus goed of jouw behuizing dit ondersteunt. Naast de LGA 2011-3 socket vinden we 8 sloten voor DDR4 geheugen. Je hebt hier de ondersteuning tot DDR4 3400, dus dit zit voorlopig wel goed. Wat opvalt is hoe stevig dit moederbord eruit ziet. Dit komt door de heavy plated armor. Dit armor zorgt voor een zeer goede koeling, beschermt tegen interfering en ziet er ook nog eens fantastisch uit. De aansluitingen aan het rear I.O. zul je voorlopig geen tekort aan hebben. Je hebt maar liefst de volgende aansluitingen. Een PS2 poort, 2 USB 2.0, een clear CMOS button, USB 3.1 type A en type C poorten, 4 USB 3.0 poorten, 2 netwerkpoorten. Elke poort heeft zijn eigen killer E2400 gigabit LAN controller. Aansluitingen voor 802.11ac wireless LAN, wat aangestuurd wordt door de killer 1535. Een 6,35 mm audioplug en daarnaast de gebruikelijke audiopoorten. De netwerkadapters kun je met elkaar laten teamen. Daardoor krijg je een maximale doorvoersnelheid van maar liefst 2,867 gigabit per seconde. De Killer Network Manager geeft de applicaties prioriteiten mee en verdeelt ze over deze poorten heen. Hierdoor ervaar je minder lag en latency wanneer je bijvoorbeeld aan het gamen bent. MSI heeft op dit moederbord ook Audio Boost 3 Pro geïntegreerd. Ondersteund door Nahimix Sound Technology wordt de geluidservaring aanzienlijk verbeterd. Natuurlijk moet je ook een locatie hebben om je besturingssysteem te gaan installeren. Wil je het snelste van het snelste, dan heeft MSI hiervoor Turbo M2 geïntegreerd. Hierdoor kun je met een M2 SSD snelheden halen tot 32 gigabit per seconde. En dat is behoorlijk snel. Maar natuurlijk kun je ook gebruik maken van SATA en SATA Express. Je hebt de beschikking tot maar liefst 10 keer SATA 6 gigabit per seconde poorten. 2 daarvan kun je gebruiken voor SATA Express. En hier zal je voorlopig echt mee vooruit kunnen. Om je videokaarten aan te sluiten heb je toegang tot 5 PCI Express 3.0 X16 sloten. Dankzij steel armor is het slot van metaal gemaakt en is de aansluiting achterop het moederbord steviger vastgemaakt. Zeer zware videokaarten zullen dus geen probleem zijn. Door middel van het steel armor is het veel steviger dan de gebruikelijke PCI Express sloten. Ook een feature die absoluut niet vergeten mag worden is Mystic Light. MSI heeft op verschillende locaties op het moederbord LED verlichting aangebracht die je helemaal kan aanpassen met de Mystic Light app. Dit moederbord is gepositioneerd als extreemste X99 moederbord van MSI en dat is er ook zeker goed gelukt. Al deze features, hoeveelheid accessoires en de kwaliteit van de componenten maken dit moederbord het ultieme moederbord voor Socket 2011-3.
als je dit moederbord wilt gaan kopen, zul je toch echt diep in de buidel moeten gaan tasten. Dit moederbord kost maar liefst €530 en dat is best pittig. Er zijn goedkopere X99 moederborden, maar deze zijn wel minder goddelijk dan dit moederbord. Maar als je de meest ultieme moederbord wilt gaan halen, dan is dit echt het moederbord wat geschikt is voor jou.